In het zuiden van Limburg bracht vrijdagochtend onverwachte en intense regenval aanzienlijke chaos met zich mee. Vanaf 8:45 in de ochtend trok een hevige regenbui over de regio, resulterend in wateroverlast en problemen. De eerste meldingen van wateroverlast kwamen snel binnen, verspreid over diverse delen van de regio, zoals Voerendaal, Geulen, Eigelshoven, Urmond en Kerkrade. Een opmerkelijke situatie ontvouwde zich op het Museumplein in Kerkrade. Hier zagen de gemeentelijke autoriteiten zich genoodzaakt om het verkeer te stoppen en om te leiden. Het overvloedige water op de weg maakte het rijden er gevaarlijk, waardoor deze maatregel werd ingezet. Gelukkig zijn er tot nu toe geen meldingen binnengekomen van ongelukken of gewonden als gevolg van de weersomstandigheden. Hulpdiensten en gemeentelijke instanties houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan paraat om snel in te grijpen indien nodig. Thank you.